Hallo, ik ben Daan. Leuk dat je kijkt. In deze video besteden we aandacht aan de Hobby 495 UL Deluxe van het modeljaar 2023. We gaan beginnen met de voorzijde van deze caravan. De 495 UL heeft een venster aan de voorkant, want daar zit zijn slaapkamer. Dan kan je mooi lekker vanuit die enkele bedden over de camping uitkijken. En voor de rest vind je hier de disselbak natuurlijk. Op deze wijze te openen, klep naar voren te halen. En naar boven te bedienen heb je een mooie ruime disselbak waar een tweetal gasflessen kunnen staan. Daar passen zowel de standaard 5 kilo als de 10,5-11 kilo flessen. Hier kun je standaard rekenen op een verrijdbare afvalwatertank. Die zit daar voorin vastgezet en voor de rest kun je er wat bergruimte in kwijt. Een dieselafdekking behoort tot de standaard uitrusting bij Hobby. We hebben een neuswiel met een kogeldrukindicator en we hebben de anti-slingerkoppeling, de Knot KS25. Oh. Even op deze wijze weer de boel goed sluiten. Nou, Hobby kenmerkt zich al sinds jaar en dag door een zeer compleet en luxe uitgevoerde caravans. We gaan die hele uitrusting samen doornemen. We hebben het net al even over de ondersteltechniek gehad. Ja, we hebben af en toe wat busjes die voorbij rijden, maar dat laten we ons niet door afleiden. Heel goed. We hebben een verzwaard onderstel qua steunen hier. Dit zijn de stabielsteunen. Die zorgen ervoor dat de caravan lekker goed en solide op zijn plek blijft staan. De caravan is uitgevoerd met een hamerslag aluminium plaatwerk. Het design is een beetje grijs met een misschien heel licht blauw tintje erin. We kunnen zo onze inventaris beladen middels dit mooie grote brede serviceluik. 1 meter breed. Nou, perfect natuurlijk daardoor om wat grotere spullen als een tafel of stoelen eventueel naar binnen te kunnen hijsen. Zo. De 495 UL. Is in deze uitvoering heeft een basisgewicht van 1218 kilo en kun je standaard beladen tot een 1550 kilo. Er bestaat eventueel een mogelijkheid, maar dat moet dan middels een aangepaste as af fabriek, de optie tot een 1750 kilo beladen voor wat meer laadvermogen. Mocht je voor een reservewiel gaan, dan wordt die bij deze uitvoering altijd in een beugel onder de caravan opgehangen. Nou, voor de rest qua aankleding, standaard wielafdekkingen, een buitenlamp, een extra brede toegangsdeur met een venster. Alle ramen mooi vlak uitgevoerd en uitstelbaar in diverse standen, voorzien van horretjes en verduisteringen. De 495 UL staat voor de U zit en de L voor de losse bedden. Dus zo kun je de aanduiding bij deze caravan herleiden. De deur zelf heeft een afvalemmertje, heeft nog wat opbergmogelijkheden in de deur zelf. En ook uiteraard de mogelijkheid om je raam in de deur te blinderen. Hij is standaard uitgerust met een plissé hoorder. Die de hele toegang mooi van insecten tegenhoudt. De buitenlamp schijnt hier zo mooi naar beneden. En als wij dan het interieur gaan bekijken. Dan komen we eigenlijk binnen in de zitgroep. Nou, de zitgroep is een U-vorm of een rond zitgroep, zoals we dat ook wel noemen. Aan de achterzijde dus gesitueerd. Is erg licht. Dat komt omdat er ramen rondom gesitueerd zijn. We hebben hele mooie kastenpartijen aan de bovenzijde hangen. Die zijn qua design heel fraai rond gevormd, zonder grepen. Bediening doe je dus door je handen even aan de achterzijde te plaatsen. Nou, dat geeft je toegang tot die enorme bergruimte die daarachter te vinden is. Er is aan de onderzijde van de bovenkast nog een extra aflegplankje gecreëerd. Nou, voor de hoeken zelf geldt verder dat er een leespotje aanwezig is. Dat er wat aflegplankjes en hier achter dit witte gedeelte is ook nog eens een keer indirecte verlichting. De 495 UL Deluxe kenmerkt zich dus een beetje door een houtstructuur op het meubelwerk. In combinatie met een zilvergrijze, wat grovere stikking op de bekleding. Er zit een blauw biesje in als afwerking. En de tafel, werkbladen van ook de keuken, die zijn met een marmerprint uitgerust. Voor de rest hebben we een linoleum, ook weer met een lichte houttint. Die natuurlijk heel praktisch is, maar ook het leuke, het sfeervolle interieur aankleedt. De tafel is een vrijstaand model. Die heeft wieltjes die diagonaal geplaatst zijn, wat het mogelijk maakt om die tafel lekker eenvoudig te roteren. Nou, dat is natuurlijk heel praktisch met het in- en uitstappen. De tafel zelf die kan ook worden verzonken om de mogelijkheid te creëren om van de zitgroep een extra slaapgenegenheid te maken. In dat geval ga je dus je kussens gebruiken. Zo, en dat doe je op deze wijze als volgt. Hè. De rugleuning moet altijd omgedraaid worden, omdat de lendensteun dan als een klein beetje als een soort van hoofdsteun dient. En op deze wijze ga je dus een ombouw creëren. We gaan het niet helemaal nu
doen, want dat duurt het allemaal te lang. Wil je een goede instructie krijgen, dan kom je maar eens even een keertje op de koffie. Wat wellicht wel meteen leuk is om even te bekijken, is de bergruimte. Die aanwezig is onder de kasten. Nou, even in dit geval, deze bergruimte wordt deels in gebruik genomen door de verswatertank die hier aanwezig is. Het werkt met een buitenvulling, kan je een gieter of een tuinslang in hangen. In dit geval liggen er wat materialen in nog voor oplevering. En het extra kussen wat je nodig zal hebben om je bed, je zithoek te kunnen ombouwen tot een extra tweetal slaapplaatsen. De mogelijkheid eventueel om een televisie te plaatsen of een monitor is affabriek voorzien hier aan de zijkant van de kast. Daarvoor zal wel eerst een arm geïnstalleerd moeten worden. Die uittrekbare arm zorgt er dan vervolgens voor dat je dus van eventueel vanuit je slaapkamer of omgedraaid vanuit je zithoek natuurlijk zou kunnen kijken. Maar wij bij Kannenburg hebben eventueel ook nog andere mogelijkheden die we naar wens voor je kunnen afstemmen. Qua verder natuurlijke lichtval, een mooi grote dakluik is er aanwezig. In het midden van de kerf boven de keuken zorgt hij gewoon voor zeer veel lichtinval in de hele kerven. Op diverse standen te openen, zit een horretje in, zit uiteraard ook een verduistering in. Verder hebben we in het midden nog de hangkast, dubbeldeurs. Slaat die open met de roede. De nodige aan elektronica is hier verder in te vinden. En daaronder bevindt zich dan het verwarmingssysteem. Deze Truma kachel werkt op gas, zorgt ervoor dat ook zelfs in de winter deze caravan heerlijk lekker verwarmd is. Die warme lucht die komt niet alleen bij de kachel vandaan, er zit een ringventilator op die ervoor zorgt dat de warme lucht ook netjes door de rest van het interieur wordt verdeeld. Dan hebben we de keukenopstelling. Nou, de keukenopstelling zit in dit geval direct naar de instap, dus aan je luifel of tentzijde. Die heeft een verlaagd plafonnetje met wat spotjes erin. Deze twee deurtjes geven je toegang tot gigantisch veel bergruimte in de bovenkast. En het luikje nog tot meer. Zo. Dan de keuken aan zich. Heeft een nieuwe inbouw gekregen sinds 2023. Deze grote glasplaat geeft je dus de toegang tot het kookgedeelte, gaskooktoestel. Een grote brander aan de linkerzijde en twee middelgrote branders op midden en rechts. Die zijn uiteraard ook voorzien van ontsteking en thermische beveiliging. En op deze wijze krijg je toegang tot je spoelbak. Caravan is standaard uitgerust met een Trumatherm 5 liter elektroboiler. Die zorgt voor het warme water in je keuken en in je toiletruimte. Aan de onderzijde van het keukenblok bevindt zich, ja, kijk eens, heel, heel praktisch, een houder voor je handdoeken. En een drietal lades. Bestekladen, deels ingedeeld. En dan hebben we hier voor de nodige voorraad of opslag van pannen en dergelijke. Wat ruimte. Onder het rijden altijd belangrijk dat je even goed je transportsluitingen controleert. Aan een goede keuken mag het natuurlijk niet ontbreken aan een goede koelkast. Ja, we hebben deze mooie Dometic Toren koelkast. Die heeft een groot vriesvak aan de bovenzijde. Heeft diverse roosters om flessen en inhoud kwijt te kunnen. Een paar goede flessenbakhouders. En aan de onderzijde een vers groentela. Deze koelkast heeft een bronkeuzemogelijkheid op 12 volt voor achter de auto, 230 voor op de camping en eventueel gas als je vrij staat te kamperen met de mogelijkheid voor autofunctie, zodat hij zelf de best beschikbare bron kan kiezen. De koelkast kan niet alleen van de zijde open wat ik u net liet zien, maar die kan uiteraard ook vanuit deze zijde worden geopend. Dus een heel praktisch design. Onder de koelkast is de ruimte benut nog voor wat extra bergruimte. Nou, dan bevindt zich ook in het midden van deze 495 UL een toiletruimte. Deze middentoiletopstelling is volledig ingericht. Uiteraard natuurlijk met het Tedford cassettetoilet, maar ook met enorm veel spiegels. Die spiegels zelf die zijn weer op deurtjes geplaatst, waardoor je daarachter diverse opbergruimte hebt. Zo, dat geldt ook voor wat hier zo zit. Ook aan de onderzijde allemaal kastjes. Je weet het af en toe niet meer. Jij moet het maar terug zien te vinden als je op vakantie bent. Welk kastje heb je nou gestopt, mevrouw Lief? Dan, mooie grote spiegelopstelling. Indirecte verlichting bij de spiegel achter de kraam. En wat hebben we hier nog verder zo al te bekijken? Nou, ik denk dat het belangrijkste ding, er hangen wat kapstokhakjes voor als je ook je badjas meeneemt op vakantie. Goed. Over kapstokhaken gesproken. Ook deze haken zijn hier voorzien even om een jackie of wat dan ook kwijt te kunnen. Nou, de 495 UL die kies je natuurlijk ook eigenlijk grotendeels vanwege het slaapcomfort van de enkele bedden. Nou, enkele bedden zijn bij Hobby standaard uitgerust met de comfortabele binnenveringmatrassen. Die binnenveringmatrassen die liggen op een lattenbodem voor goede vering en ventilatie. En die bedden aan zich kunnen ook weer, even kijken, zo op deze wijze gelift worden.
Nou, zie je hier een hele hoop kussens onder dit beddeel liggen. Dat heeft ermee te maken dat deze uitvoering hebben wij af fabriek laten komen met een, ja, zoals we dat dan noemen, uittrekbare bedverbreding. Dat houdt in dat je een aangepaste nachtkastmeubel krijgt, wat ervoor zorgt dat je dit element hier zo weg kan nemen. En vervolgens een uittrekbare lattenbodem tussen de twee enkele bedden is aangebracht. Nou, ik kan me voorstellen dat ik dit helemaal ga doorhalen. Zo. En ik ga die matrasdelen daar tussenin gaan leggen. Dan creëer je dus een gigantische slaapoppervlakte. Waardoor je ook eventueel nog zou kunnen overwegen om in de breedte te slapen. Zo. Nou, die slaapkamer verder is dan nog voorzien van hotel lichtverschakeling, dus je kunt de centrale verlichting in de zithoek uitzetten. Je kunt je leespotjes bedienen. Er is een stopcontactje aanwezig en de nodige legplankjes voor boeken, telefoons, brilletjes en dergelijke. Qua opbergruimte heb je dus twee grote bedden waar je hoofdspul in kwijt kan. Je hebt een aantal mooie grote bovenkasten aan de voorzijde en ook aan ieder zijde nog weer een tweetal kastjes om je persoonlijke spulletjes en kleding in kwijt te kunnen. Wil je een beetje privacy op vakantie? Ook daar is aan gedacht. Even kijken, waar is het riempje? Zo, laten we vinden. Dan doe je even het volgende. Zo, en je bent uit het zicht verdwenen. Dit was de 495 Deluxe van UL Deluxe van Hobby uit het 2023 programma. Ik hoop dat je hebt genoten. Is er iets wat je nog wil weten over deze caravan? Neem gerust contact op. We leggen je het graag uit. Alvast bedankt en tot de volgende keer.